Hallo allemaal, welkom bij het Online Beweeguur. Mijn naam is Jennifer en ik dans bij Beats Dance Studio. Vandaag kom ik gezellig dansen met jullie. We doen vandaag twee warming-ups. Eén rustige warming-up waarbij we al onze spieren los gaan maken. En één warming-up waarbij we wat drukker gaan bewegen, waar we het ook iets warmer van krijgen en waar we misschien iets bij gaan zweten. Als er een beweging is die jullie niet helemaal mee kunnen doen, dan mag je die op je eigen manier doen. Daar komt die. Cansada la vida, porque sin ti no va nada bien. Echando sal a la herida, el limón al aguardiente, yeah. Despechada mejor, ya que sida me arroja en todo lo que toco. El problema es peor, mucho siento por vos, pero se me ve poco, yeah. Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer, ya me doy cuenta que no se olvida nada. Dime qué vamos a hacer, sé cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer, ya me doy cuenta que no se olvida nada. Solo un traguito, nada más, que sobrio ya no puedo ni verte. Ni verte, ya, yeah, ya, yeah, para no acordarme. Que los recuerdos me matarán antes que los tragos hagan su trabajo. Sentirme en las nubes estando bien bajo, no afrontando nada y buscando atajos. Es que el bar es mi mejor amigo y la misma vez mi enemigo, pero solo sé que sigo. Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada. Sé cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada. Solo un traguito, nada más, que sobrio ya no puedo ni verte. Ni verte, ya, ya, para no acordarme de nada. Pero después regresa más fuerte al verte. Ricky Vega. Yeah, 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 yeah.
welkom allemaal. Mijn naam is Tim en vandaag gaan we lekker een aantal beweegoefeningen doen. Wat heb je hiervoor nodig? We hebben een flesje, mag leeg, mag vol. Wat je zelf fijn, is die vol, is die wat zwaarder, is die leeg, is die wat lichter. Mag je zelf kiezen. We hebben twee ballen. Als je geen bal hebt, gebruik een sinaasappel, een appel, prop je papier, prop je aluminiumfolie. In ieder geval iets wat rond is en wat je kan gooien en vangen. En als laatste een ballon. Oké, we gaan beginnen met het flesje. Ik heb er eentje. We beginnen arm onder. En je gaat de bicep curl doen. Dus je doet je hand breng je omhoog. Je elleboog hou je op dezelfde plek. En dit doen we 10 keer met de ene hand. En daarna doen we hem 10 keer met de andere hand. Lukt dit nou niet staand? Ga dan zitten. Zitten kan het ook. Hou hem naast je. En dan doen we hem 10 keer per hand. Heb je dit 10 keer gedaan? Gaan we door met de triceps. Je mag hiervoor staan, je mag ook zitten. Arm strek achter je. En je laat hem rustig zakken en omhoog. Dat doen we ook weer 10 keer per arm, per hand. Hou goed je rug recht. En je elleboog op dezelfde plek en breng hem elke keer omhoog. 10 keer met rechts gedaan. Even rust. 10 keer met links. Heel goed. Oké, we gaan door naar de volgende oefening. Je pakt het flesje weer in je rechterhand. Deze doen we ook weer 10 keer. Je houdt het flesje naast je. En je gaat met gestrekte arm ongeveer schouderhoogte. En je houdt je arm gestrekt. En dit doe je rustig omhoog. En langzaam weer naar beneden. Dat doen we weer 10 keer. En lukt het weer niet staan? Doen we het weer zittend. Andere hand, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, nog 1. En heel goed, dan gaan we door. Pak het flesje met twee handen, gooi je vast. Breng hem rustig omlaag en omhoog. Ongeveer ooghoogte. Breng hem weer rustig omlaag. Dat doen we weer 10 keer. Doe hem even staan. Top, 10 keer. Voor de volgende oefening hebben we weer een flesje nodig. Je houdt hem recht voor je, arm iets gebogen. En je brengt van voor naar de zijkant. Dat is, blijf goed door je knieën. 1, 2. Doen we weer 10 keer. Hou je arm gebogen. Hou je bovenlichaam recht. Nog 5. Nog 4. 3. 2. Voor de linkerhand doe ik hem even zittend. Houd het flesje weer goed recht voor je. Iets gebogen arm. Rug recht. En je brengt hem weer naar de zijkant. Dat doen we weer 10 keer. Let op dat je recht blijft zitten. Of blijft staan. Nog 5. Heel goed, hou vol. We zijn er bijna. Nog 2. Nog 1. En heel goed. Voor de volgende oefening heb je de bal nodig. Eentje. Je pakt hem in je rechterhand of in je linkerhand, maakt niet zo fluit. En je gooit hem in de lucht. En je vangt hem met je andere hand. Je mag hem laag gooien. Probeer hem iets lager te gooien. Lukt dat? Gooi hem iets hoger. Gaat ook goed. Kijk uit voor je plafond. Gooi hem nog hoger. Probeer hem elke keer van de ene hand naar de andere hand te gooien. Ja, dit kan staan. Dit kan natuurlijk ook gewoon weer zittend. Blijf hem vangen en blijf naar de bal kijken. Als je niet naar de bal gaat kijken, laat je hem waarschijnlijk vallen.
Gaat dat nou goed? Pak je de tweede bal erbij. Mag je om en om gaan gooien. Bang, gooi, bang, gooi, bang. Vang hem met de gooi hem met de rechter. Vang hem ook weer met rechts. Heel goed. Lukt dat nou heel goed? Mag je ook gaan kijken of je hem eventueel kruis links kan gaan gooien? Gooi, gooi, vang, vang. Het wordt al lastig. Probeer hem te gooien als de andere bal op het hoogste punt is. En vangen. Blijf naar de ballen kijken. Is heel lastig. Ik kan het proberen. Top. Pak ik weer één bal. Gaan we stuiteren. Gewoon voor je neus. Met één bal. Stuiteren. Je kan hem pakken, vangen, stuiteren, vangen, stuiteren, vangen, stuiteren, vangen. Je mag ook om en om. Met links stuiteren, rechts vangen, links stuiteren, rechts vangen. Kijk ook hoe hoog je stuitert. Je kan hem laag. Je kan hem ook heel hoog laten stuiteren. Lang vasthouden of kort, dan wordt het iets meer basketbal. Van links naar rechts of alleen met rechts. Of alleen met links. Ga iets opzij. Dan is bij bewegen, je kan iets naar voren, je kan naar achter. Kan allemaal. Probeer iets wat je zelf leuk vindt, maak het jezelf wat lastiger. Dan blijft het leuk. Blijf jezelf uitdagen. Ja, dus je kan hem heel erg gooien en vangen. Je kan heel erg gooien, laten stuiteren en vangen. Doe iets wat je zelf uitdaagt. Dus doe wat leuks. Je kan nog tussen je benen. Als dat lukt. Yes. Dus dit kan je heel makkelijk zelf doen. Ook niet alleen vandaag, maar ook alle andere keren. Pak een balletje. Als je een balletje hebt. Met de appel wordt het natuurlijk lastig stuiteren. Maar als je een balletje hebt, probeer lekker jezelf uit te dagen. Ook andere dagen dan vandaag. Bal, oneindig veel mogelijkheden. Voor de laatste oefeningen kunnen we al een beetje een cooling down doen. Gebruiken we de ballon. Met de ballon kan je natuurlijk heel veel doen, net als met de bal. Alleen heeft hij een iets langere zweeftijd. Dus vond je het met de bal nou lastig, kan je het proberen met de ballon. We gaan beginnen met gewoon omhoog slaan. Hou hem in de lucht met je handen. Kijk hoe je handen doet, of je het doet onderhand of bovenhand. Gebruik misschien ook even je knie als het lukt, of je voet. Maar proberen van de grond af te houden. Lukt dat nou? Probeer hem iets moeilijk te maken met alleen de top van je vingers. Dus met je nagels de ballon omhoog te houden. Het wordt al iets lastiger. Lukt het met je nagels? Doe het een keer met je hoofd. Even weer rust. Wel je spieren activeren. Maar wel rustig, alle tijd. Ook zittend. Kan dit natuurlijk weer gewoon. Boven je hoofd. Op je hoofd. Ook hier probeer jezelf weer een beetje wat nieuwe dingetjes aan te leren. Of wat nieuwe dingetjes te proberen. En is het nou leuk? Een ballon kan je overal krijgen. Kan je ook weer zelf in je huiskamer. Het is een leuke kleurtoevoeging. Plus, je kan er ook nog allemaal leuke dingen mee. Dus met de bal en de ballon en een flesje water heb je heel veel mogelijkheden. Probeer jezelf niet alleen vandaag, maar ook de andere dagen uit te dagen. En ga aan de slag. Veel plezier nog. Hi, mijn naam is Evelien Zomers. Jullie hebben net een hoop actieve oefeningen gedaan en gedanst. Nu is het tijd om wat rust te brengen en we gaan stoelyoga doen. Dus je mag komen zitten op je stoel. En als je wil, kan je helemaal naar achteren schuiven. En tegen de leuning aan gaan zitten. Of als je liever wat actiever bent, kan je ook rechtop komen zitten. En sluit dan heel rustig je ogen. Breng je aandacht naar binnen. En plaats je beide voeten stevig op de grond. En voel dan allereerst even hoe je zit.
Voel je je billen op de zitting. En je rug tegen de leuning van de stoel. En adem dan om te beginnen een aantal keren diep door. Dus je kan inademen door de neus. En weer uit door je mond. Nog een keer diep in door de neus. En weer uit door je mond. En adem dan nog een laatste keer in, diep door je neus. En rustig helemaal uit door je mond. En laat dan de adem weer haar normale ritme vinden. En breng dan bij een inademing je rechterschouder helemaal omhoog richting je oor. En bij de uitademing rustig weer naar beneden. En dan neem je dat rechteroor en je hoofd ook mee naar beneden. Laat je hoofd een moment helemaal naar rechts hangen. En beweeg het eventueel een klein stukje naar voor en naar achter. Om al die spiertjes aan de linkerzijkant van je nek soepel te maken. En dan bij een inademing beweeg je de rechterschouder weer omhoog en neem je het hoofd ook zo mee terug naar het midden. En laat die schouder dan rustig weer zakken. En op je volgende inademing beweeg je de linkerschouder helemaal naar je linkeroor. En uitademend rustig terug en neem dat linkeroor en je hoofd maar mee helemaal naar links. Laat je hoofd hangen, helemaal naar links. En misschien beweeg je weer een beetje naar voor en naar achter. En dan heel rustig plaats je je hoofd weer rechtop. Duw je schouder mee op om je hoofd weer rechtop te zetten. Terug naar het midden. En laat dan heel rustig je kin naar je borst vallen. En kom nu wel even rechtop zitten. Strengel dan je vingers in één achter op je hoofd. En breng je ellebogen naar beneden. Inademend duw je dan het hoofd omhoog en open de ellebogen. En uitademend rustig terug naar beneden. Adem in, hoofd op, ellebogen open, borst op. En uit, rustig weer terug. En nog een keer op. En beweeg nu naar rechts, laat je lijf naar rechts zakken. Inademen, terug naar het midden. En uitademend naar links. Inademend op naar het midden. En uitademend naar rechts. Inademend kom terug naar het midden. Neem je armen helemaal mee op. En met een halve boog laat je armen zakken. Neem ze dan bij de inademing nog een keer mee op. Plaats je handen boven je hoofd samen. En uitademen. Breng je de handen voor de borst. Namaste. Kijk dan of je nog steeds goed zit. Of dat je misschien even wil gaan verzitten. Misschien wel wat actiever voor op je stoel. Neem je armen bij de inademing mee naar buiten, open je borst. En bij de uitademing maak je rug bol en je armen helemaal rond, alsof er een strandbal tussen zit. Inademend op en open. En uitademend helemaal bol. Zo maak je de hele wervelkolom wakker en soepel. Inademend op en open. En uitademend nog een keer helemaal bol. En laat je armen dan weer
rustig hangen. Plaats dan je rechter enkel op je linker bovenbeen. Laat de knie naar beneden vallen. Inademend neem je de armen mee op. En uitademend draai je naar rechts, daar waar je knie gebogen is. Leg je linkerhand op je rechterknie. En je rechterhand op de leuning of wat je maar achter je hebt. En kijk over je rechterschouder naar achteren. Zorg dat je helemaal rechtop zit. Of zo rechtop als voor jou mogelijk. En laat dan zometeen die linkerhand op die rechterbovenbeen liggen. En bij de inademing strek je je bovenlichaam op. En breng je je andere arm terug naar voren, kruislinks. En van daaruit sla je de armen om jezelf heen. En kijk of je met je vingers nog net iets verder zo op je schouders kan landen, zodat de schouders openen. Plaats je hoofd dan terug in het midden. En alleen de onderarmen komen omhoog, zodat de ellebogen onder elkaar zijn. En je met je onderste hand misschien wel je duim kan pakken. En als dat niet lukt, zijn de ellebogen gewoon onder elkaar. Inademend neem je de ellebogen mee omhoog. En uitademend rustig mee terug naar beneden. Inademend op. En uitademend rustig terug naar beneden. Dat is de houding van de adelaar. Inademend op. En uitademend nog een keer terug naar beneden. Inademend op, laat je duim dan los. Neem je armen weer helemaal mee omhoog. En met een halve boog terug naar beneden. En laat je been dan weer zakken. En schud je been even lekker los. Of wrijf even over je heupen, net wat je prettig vindt. En dan wissel je van been. Dus je legt je linker enkel op je rechter bovenbeen. En je laat je knie naar buiten vallen. Inademend, de armen gaan weer mee omhoog. Je strekt je hele bovenlichaam op. En uitademend draai je nu naar links. Rechterhand landt op je linker bovenbeen. En die rechterhand op de leuning van je stoel of waar je die ook maar kan plaatsen. Je opent je bovenlichaam. En je kijkt over je linkerschouder. En laat dan die rechterhand op die knie zo meteen weer liggen. Inademend strek je het bovenlichaam op. En uitademend kom je terug naar voren. En vanaf hier omhels je jezelf. Kijk of je met die vingertoppen nog net iets verder op je rug kan. Zodat de schouderbladen kunnen openen. Leg je hoofd even lekker ergens neer. Schouders openen. En je omhelst jezelf gewoon zoals je bent. Plaats je hoofd dan rustig weer recht op de romp. Neem je armen mee op, alleen de onderarmen. En pak als je kan met je onderste hand die duim vast. Of heb de armen gewoon onder elkaar. Inademend. Neem je die ellebogen dan mee op. Voel ruimte ontstaan tussen je schouderbladen. En uitademend laat ze rustig terugzakken. Inademend neem het mee op. En uitademend rustig terug naar beneden. Inademend de beide armen op. En uitademend rustig terug naar beneden. Adem in omhoog, laat je duim los en de armen met een boog weer rustig terugkomen naar beneden. En plaats je voeten dan terug op de grond en kom wat verder naar voren, zodat je alleen nog met je billen nu op de stoel zit. Je rug is lang en recht, je armen op je bovenbenen. Adem in, strek je rechterbeen voor je uit en strek de tenen helemaal van je weg. En uitademend beweeg de tenen naar je toe. Inademend de tenen helemaal van je weg. En uitademend naar je toe. Inademend strek nog een keer weg.
En nog een keer naar je toe. Je kan het been eventueel ook vasthouden als je denkt, zo, dat is zwaar. En draai dan nog een paar cirkels met dat rechterbeen. En laat het been dan heel rustig zakken, terug op de grond. En voel een moment het verschil tussen je rechter en je linkerbeen. Adem in, strek nu je linkerbeen helemaal van je weg. Tenen zijn weggestrekt. En uitademend trek je de tenen naar je toe. Inademend strek de tenen van je weg. En uitademend beweeg de tenen naar je toe. Inademend nog een keer weg. En uitademend naar je toe. En draai dan ook met dit been nog een aantal cirkels. En laat je been dan rustig weer zakken. En klop die hele benen dan even lekker los. Even alle spanning eruit. En kom dan weer rechtop zitten. Adem in. Neem de beide armen mee op. Adem uit. Buig helemaal naar voren. En pak je rechter enkel vast. Inademend kom je omhoog en neem je dat hele rechterbeen mee. Maak je lang en recht. Inademend neem je dan de beide armen mee op en je strekt je been vooruit. En uitademend rustig terug naar beneden. Adem in, arm op. En uitademend helemaal naar voren, pak je enkel vast. Inademend. Neem dat knie mee naar boven. Strek je helemaal op. En adem hier ook rustig uit. Adem in, strek op. En je linkerbeen helemaal naar voren. En uitademend. Laat het rustig zakken. En voel even na in je lijf. En de laatste oefening die we gaan doen, mag je de benen in een spreidstand brengen. Je zit nog steeds voor op je stoel en je zorgt dat je hakken genoeg steun hebben. En bij de inademing neem je armen dan zijwaarts mee. En uitademend breng je je linkerhand naar je rechtervoet. Inademend kom je terug omhoog en zijwaarts. En uitademend breng je je rechterhand naar je linkervoet. Inademend, terug op, spreid je armen. En uitademend, breng je linkerhand naar je rechtervoet. Inademend, terug op. Uitademend, rechterhand naar de linkervoet. Kom rustig terug omhoog, adem in, spreid. En uitademend, laat het rustig zakken. Plaats je benen weer terug en kom weer terug naar achter op je stoel. En daar mag je de aandacht weer rustig naar binnen brengen. En je kan nu met je rug heerlijk leunen tegen de stoel. Je mag je hele lichaam ontspannen, je handen op je bovenbenen neerleggen. Misschien wel met de handpalmen omhoog gedraaid in een open houding. Of als je liever zo zit, ook helemaal prima. En dan voel je even na hoe het nu met je gaat. Wat er veranderd is in je lijf, wat er misschien wel is gaan stromen. Voel eens in je hoofd of luister eens of er nog gedachten zijn. En laat die gedachten dan maar gewoon voor wat ze zijn. Voel maar je voeten op de grond en je billen op de stoel en je rug tegen de leuning. En ontspan dan maar. Ontspan maar je hele lijf. Rustig in- en uitademend. Neem je gewoon even de tijd voor jezelf.
Een momentje rust. Een momentje helemaal ontspannen. Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen en zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet en voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. En hoe? Kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je droomt. En hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk als je je voelt. En weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? En krijg je wat je wil of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels en van het lachen van een kind? Creëer je je geluk? Want binnenin jezelf is waar het eindigt en begint. En hoe? Kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je droomt. En hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk als je je voelt. Zo rijk als je je voelt. Breng dan heel rustig je aandacht weer terug. Voel weer je voeten op de grond. Je billen op de stoel. Beweeg eens met je handen, met je voeten. Met je hoofd en met je nek. En open dan heel rustig weer je ogen.